Art is gespecialiseerd in moderne kunst. Maar daarin zijn we heel breed. Dus we hebben van 120 moderne kunstenaars hebben wij kunst in huis. Schilderijen, beelden, fotografie. En we hebben hier de grootste kunstgalerie van Nederland. Ik maak werk gebaseerd op het leven. Passie, seks, avontuur. Er zit altijd een verhaal in wat gebaseerd is op dat je tegenwoordig verleid wordt door allerlei dingen. Door allerlei reclames, door politici die je verleiden met hun boodschappen. Door je vrienden die op hun Facebook zetten hoe ontzettend leuk ze zijn. En eigenlijk zeggen ze allemaal koop mij en ze willen verleiden. En dat vind ik een leuk thema om kunst over te maken. Het begon doordat ik een reis naar Brazilië had gemaakt en daar een kunstwerk tegenkwam, een schilderij. Daar werd ik verliefd op. De volgende dag kwam ik terug om het op te halen en toen was het verkocht. En toen ben ik ziek geworden, lichamelijk ziek, van liefdesverdriet. En toen dacht ik, hey, dat is gaaf. Als kunst dat met me kan doen, dan weet ik waar ik voor de rest van mijn leven mee bezig ga zijn. Op basis van de wensen van de klant gaan we naar de mensen thuis. Laten we een aantal kunstwerken zien op de locaties. Want thuis zie je echt het beste wat staat. Ook qua formaat en qua kleur is echt thuis het beste te beoordelen. Vindt de klant het mooi, dan kan hij kiezen om het te huren of eventueel te kopen. Wat ik het mooiste vind bij ons in de galerie op dit moment is het werk van Zhuang Yonghe. Een Chinees die reeds 20 jaar in Nederland woont en die heel uitbundig werk maakt. We zijn nooit helemaal de lucht ingeschoten qua prijzen in de tijden dat het goed ging. En dat betekent dat we nu nog steeds heel lekker in de markt zitten. We merken dat in deze tijden mensen kritisch kijken wat ze willen en ook kritisch kijken naar prijs-kwaliteit verhouding.